We vieren het grote feest van Pasen. En in het evangelie van vandaag horen we allereerst hoe Maria Magdalena op weg gaat in het donker nog naar dat graf. En het is leeg. En ze is vertwijfeld. Je voelt het als het ware mee met haar. Waar is Jezus? En dan roept ze Petrus en Johannes erbij. Ook zij komen er naartoe. En dan staat er heel mooi over Johannes. Het is de door Jezus beminde leerling. Ook zij zien een leeg graf. Waar is Jezus? Johannes gaat naar binnen, ziet de zwachtels liggen en hij gelooft. Hij gelooft dat Jezus is opgestaan. Juist zijn liefde voor Jezus helpt hem om verder te kijken dan dat lege graf. Want liefde gaat over de dood heen. Juist de liefde helpt je om verder te kijken dan alleen datgene wat je ziet. Liefde is sterker dan de dood. Ook wij mogen dat geloven. Verder kijken dan onze neus lang is. Verder kijken dan een leeg graf. En geloven dat Jezus de dood heeft overwonnen en ons heeft verlost. Hij, de levende.